voor iedereen gelijke kansen om een stuk grond te krijgen. Dat willen we graag. Dat zei Rob Kensmil, voorzitter van de sociale vereniging Grom van Nodu, vanmorgen op een persconferentie. De vereniging is in het leven geroepen om personen die behoefte hebben aan een stuk grond een hand toe te reiken, zegt Kensmil. Het motto van de vereniging luidt daarom ook Grongi Alasma. De mogelijkheid wordt aan personen geboden om in aanmerking te komen voor een perceel van 400 vierkante meter in het district Para. Daarvoor zal er maandelijks een bedrag van 175 SRD betaald moeten worden, omdat de grond erfpacht is. Kensmil geeft verder aan dat hoe meer mensen zich aanmelden, hoe goedkoper het wordt om het gebied dat 150 hectare groot is te ontwikkelen. Mochten de mensen massaal interesse tonen, hoe meer, hoe beter in dit geval. Ik vraag dan ook een ieder om zich aan te melden, reden waarom. Hoe groter de vereniging is, hoe lager de kosten worden voor de mensen. En dat is natuurlijk het meest belangrijke in deze, want we willen niet te veel betalen. Begrijp wat ik bedoel? En daarom hebben we het maandbedrag ook laag gehouden voor de huur. En ook zeg maar dus dat we gezamenlijk met z'n allen, het is een samenwerkingsinitiatief vanuit de maatschappij, dat we met z'n allen onze kosten gaan verlagen voor het in ontwikkeling brengen van het gebied. We zijn geen verkavelsmaatschappij nogmaals, we zijn geen projectontwikkelaar. Dus we hebben niet de gelden om te zeggen, weet je wat jongens, we leggen water aan, wegen aan en elektrificatie. Dat geld hebben we simpelweg niet. Daarom zeggen we ook tegen de mensen zelf, van het is jullie eigen verantwoordelijkheid. Maar om gezamenlijk, collectief met elkaar te gaan doen. Dat samenwerken. Met andere woorden, om boondroep kamakandra. De voorwaarde is dat als iemand een perceel krijgt, er binnen 2 jaar een woning op moet staan. Het moet een gemeenschap worden en nadat het perceel is afbetaald, kan het worden overgedragen, zegt Kensmil. Het erfpachtrecht wordt overgedragen. Op het moment dat je zeg maar jouw betaling hebt voldaan over een bepaalde periode, en ik zal de periode gewoon gerust noemen, dat we praten over een periode van 40 jaar. Na de 40 jaar is het overdraagbaar op je kind en je kindskinderen. Met andere woorden, van, het is dan niet van jou, want het zal nooit van jou worden. Nogmaals, voor de verduidelijking. Maar de grond is dan overdraagbaar. Dus het gaat allemaal gewoon in een structuur van efficiëntie. De notaris komt erbij kijken, de landmeter komt erbij kijken. Je zou het natuurlijk ook kunnen overdragen eventueel op basis testamentair, op basis van je testament. Waardoor je kinderen en kindskinderen recht hebben om op de grond te kunnen verblijven tot voor altijd in principe. Mocht het zo zijn, want we kijken natuurlijk naar de toekomst. Mocht het zo zijn dat bijvoorbeeld de regering uiteindelijk beslist om daar een weg aan te leggen, dan zal de regering je moeten compenseren om daar in principe dan te verhuizen naar een ander gebied. Rob Kensmil, voorzitter van de sociale vereniging Grom van Nodu. Hij sprak vanmorgen op een persconferentie in de vergaderzaal van het VAT.